Vanmorgen willen we het hebben over iets waar we het allemaal over eens zijn. Zelfs Jehovah's getuigen zijn het er nog mee eens. Katholieken ook en alle denominaties, alle kerkgenootschappen, iedereen is over één ding zijn we het eens en dat is dat we het van genade moeten hebben. We moeten het allemaal van genade hebben. En vanmorgen willen we het eens over hebben ook, over genade. En even een vraag, welke tekst komt er zo naar boven borrelen meteen als je het hebt over we moeten het van genade hebben? Kun je het even zeggen? Ja, mijn genade is u genoeg, hè. Dat staat in, 2 Korinthe 12. Even kijken. 2 Korinthe 12. Ja hoor, het staat in 2 Korinthe 12 en dan vers 9. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. 2 Korinthe 12 vers 9. Ik zal het even opschrijven. 2 Korinthe 9 vers 12. Is er nog een tekst misschien? Die zegt, nou dat is ook een tekst die meteen bij me opkomt. Is het niet goed? 2 Korinthe 12 vers 9. Ik ben zenuwachtig hoor, 12 vers 9. Door het hele gebeuren hier. En dan nog een tekst misschien. Door genade zijt gij behouden. He, die tekst. Het staat in Efeze, hè? Efeze. Kijk, op het begin van Efeze staat het, geloof ik. Efeze. Ja. Even kijken. Ja, hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, vers 8. Door genade zijt gij behouden door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Dus Efeze 2. Vers 8, 2 vers 9, 2. Dus Efeze 2 vers 8. En er is een enorm mooie tekst, die staat vaak op kerstkaarten. Van de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Weet u waar die staat? De genade van God staat in Titus. Klein briefje, Titus staat dat. Even kijken naar Timotheus. Titus, en dan even kijken. Vers 11. Titus 2, vers 11. Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Titus 2, vers 11. Titus 2, vers 11. En is er nog eentje? Daar hou ik me mee op, want er zijn heel veel teksten natuurlijk. Hè, van vestig uw hoop dan volkomen op de genade. Ken je die tekst ook? Staat in de eerste Petrusbrief. 1 Petrus. 1 Petrus 1. Vers 13. Omgord dus de lenden van uw verstand en wees nuchter. En dan komt het. En vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Nou, dat is dus 1 Petrus 2 vers 13. 1 Petrus 1 vers 13. 1 Petrus 1 vers 13. Nou, dan gaan we even kijken van hoe dat dan normaal wordt ingevuld. Wat we dan aan onderstaan. Gaan we een tekening maken. En dan maken we een symbool voor God. Dus God zo. En maken we ook een symbool voor onszelf. Zo. Dat ben ik. En nu is het zo dat God die vraagt 100% van ons. Ik doe dat met een trechtertje maar. Hè. Een trechtertje zo. Die vraagt 100% van ons. Zo. En, maar ja, we kunnen natuurlijk helemaal niks geven. Hè. Dat lijkt nergens naar eigenlijk. Hè, dat als we dat proberen, dan is het helemaal niks. En daarom is God niet alleen maar degene die 100% van ons vraagt. Maar is ook degene die 100% aan ons geeft. En wat geeft hij dan? En dat is Jezus. Hè? Dat is een beetje een verkeerde verhouding. Maar goed, Jezus. Dat heeft hij aan ons gegeven. En de Heer Jezus die heeft alles in onze plaats volbracht. Hij is in onze plaats gestorven natuurlijk. Maar hij heeft ook in onze plaats geleefd. En 100%. En dat heeft hij
in ons plaats gedaan, 100%. En God is daar 100% ook tevreden mee. En dan vraagt God aan ons van, zijn jullie ook tevreden daarmee? Want als we dat geloven, dan is al het mooie wat Jezus heeft volbracht, dat wordt ons toegerekend, dat wordt ons eigendom. En dat is zo mooi, dan krijgen wij die gerechtigheid van Jezus toegerekend, zodat we, bekleed worden met die gerechtigheid van Christus. Zo. We zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus. En als God dan naar ons kijkt, dan ziet hij niet al je ellende en je onvolmaaktheid en alles wat er nog niet in leven in orde is. Maar dan ziet hij alleen maar de gerechtigheid en de volmaaktheid van Jezus. En even kijken, ik heb de verkeerde knop erop gezet. Nou, dan raak ik iedere keer in de war. Dus dan mag ik eventjes. Ik had al beter het hoofd. Zo. Zo, nou. Oké. Okay. Oh, ben ik zenuwachtig. Nou, dus je kunt zeggen, in dit schema dan, Jezus deed alles voor ons. He? Zo, en God is er 100% tevreden mee en dan hebben wij, zoeken ons behoud en al onze heerlijkheid niet in onszelf, maar buiten onszelf, in de Heer Jezus. En in de Heer Jezus zijn we volmaakt, in de Heer Jezus hebben we dus, zijn we rijk, in de Heer Jezus zijn we schuldeloos, in de Heer Jezus zijn we, nou ja, alles wat de Heer Jezus is, dat zijn we dan, in de Heer Jezus. Hè? En God die ziet dat. Maar God is wel de enige die dat ziet. God is de enige die dat ziet. Er is geen mens die dat ziet verder. En dat is een beetje raar natuurlijk, hè? Even een slokje water nemen voor de droge mond. Dus als je zegt zo tegen de mensen, je geeft een getuige, ja, ik geloof in Jezus. En hij is mijn gerechtigheid. Prima, toch? Daar, anders ga je nog. Ja, ik weet goed dat ik mijn vrouw meegenomen heb, hè? Die voorziet het allemaal, die weet hoe onhandig dat ik ben. En wat dat betreft ook genade, hoor, dat ik een vrouw heb gekregen. Maar het gekke is dat alleen maar God die ziet er wat van. Verder ziet er niemand, ziet al die mooie, dat ik volmaakt ben. Ook je vrouw niet, hè? Dat is wel jammer natuurlijk. Als je vraagt aan je vrouw of aan je man, van hoe volmaakt ben ik al? Ja, nou, daar mankeert nog wat aan. Ja, maar ja, ik ben toch volmaakt in Christus. En als God naar deze samenkomst kijkt, dan ziet hij een hele zaal vol met volmaakte mensen. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, helemaal volmaakt. Ja, maar de mensen om je heen, die zien er helemaal niks van. Of helemaal niks, hè. Nou overdrijf ik een beetje hoor, maar in het algemeen kun je het toch in principe, je het toch zo stellen. En dat is ook vaak ook de ellende van, ja, dat je zo weinig indruk maakt op buitenstaanders. Hè. Want je kan het wel mooi vertellen, je getuigenis geven, je kunt evangeliseren en zo. Maar mensen raken niet van onder de indruk, omdat ze op deze manier maar heel weinig van zien. Een beetje vreemd. En eigenlijk is het zo dat op deze manier maakt de Heer Jezus ons een gewit graf voor God. He, voor God zijn we rechtvaardig aan de buitenkant, he, zo. Zijn we bekleed met Christus, maar van binnen zijn we nog door de doodsbeenderen. Dat is eigenlijk precies tegenovergestelde als wat Jezus zegt over de Farizeeërs. Die waren voor de mensen. Maken ze een rechtvaardig indruk, omdat ze zo precies volgens de wet leefden. Maar voor God waren ze, en die keek verder dan alleen maar de buitenkant. En ja, die zag wat er inwendig was. Maar voor ons is het net andersom. Dan ziet God ziet alleen maar de buitenkant, hè, bekleed met Christus. En hoe we echt zijn, daar kijkt hij niet meer naar. En dat is zo'n wijdverbreide leer, want het gaat erin als koek natuurlijk. Hè, dat God jou niet meer ziet met je ellende, maar dat hij Jezus ziet in jouw plaats. En ja, daarom zitten kerken, zijn megakerken, die hebben allemaal deze leer. En dan uit dankbaarheid natuurlijk, probeer natuurlijk nog wel wat te doen. Hè? Want het is een beetje eenzijdig, zeg ik nu, want je wordt ook wedergeboren. Je ontvangt ook de Heilige Geest. En samen met Jezus probeer je toch je zonde te overwinnen, maar dat lukt nooit helemaal. Integendeel. En ja, en dan denk je, nou ja, daar verlost de dood dan me wel van. Hè? De Heer Jezus die verlost me van de schuld.
heeft mijn schuld gedragen in mijn plaats. Hè, mijn zonde schuld heeft hij op zich genomen. Hè, en ja, al die rommel die er nog in blijft zitten. Ja, dat laat je wel achter als je sterft. Hè. Dus de dood is eigenlijk de verlosser van de zonde. Echte zonde van je ongerechtigheid en van je onreinheid en van je onvolmaaktheid. En Jezus is dan degene die alleen maar redt van, ja, van die straf. Ja, de duivel is, of de dood is geen redder, hè? Een grote vijand. Dan zou de dood zou een betere verlosser zijn dan Jezus, als je dat gelooft. Hè? Dat de dood je verlost van echt van je zondige natuur en alles wat niet deugt. Dus dat is een beetje een vreemde redenatie eigenlijk. Kun je een beetje voorstellen dat het niet helemaal klopt? Maar gelukkig, er zijn nog meer teksten hoor in de Bijbel over genade. En ik wil er eentje opschrijven. En dat is een tekst die niet zo vaak genoemd wordt. En er zijn ook maar weinig mensen die hem uit het hoofd kennen. En dat is heel jammer, want het is de mooiste tekst die er is over genade, denk ik. En ik zal hem even opschrijven. Dat staat in 2 Korinthe 9 vers 8. En ik schrijf hem op, omdat er zijn allerlei vertalingen tegenwoordig. Hè. De een heeft de NBG-vertaling, en je hebt nog mensen die hebben de Statenvertaling, en je hebt een nieuwe vertaling, en je hebt ook nog weer de herziene Statenvertaling en zo. En dat wordt iedere keer weer anders vertaald. Maar de NBG-vertaling, van de nieuwe, die we meestal al hebben nog, daar staat het eigenlijk prachtig in. En dat komt helemaal overeen ook met de grondtekst, helemaal. Die zal ik even opschrijven. God is bij machten alle genade in u overvloedig te schenken op dat gij in alle opzichten te allen tijden van alles genoegzaam voorzien in alle goed werk overvloedig. Mocht zijn, ik kan er net op. Nou, dat is ook een definitie van genade, wat genade is. Meestal denken we dat genade alleen maar te maken heeft met vergevingen en met die uiterlijke rechtvaardiging. Maar genade is veel en veel meer. Nee, dat is alles wat de Heer Jezus is en wat hij aan ons aanbiedt. We hebben vaak zo'n beperkte en zo'n bekrompen idee van wat genade is. En het gekke is, alle liedjes gaan er ook over. Hè? Die gaan altijd over vergeving en over... He, dat God, dat Jezus onze straf heeft gedragen en zo. Maar dit is de volle definitie van genade. En dan moet je eens kijken hoeveel uitdrukkingen voor 100% dat er in die ene tekst staan. Kun je vertellen? Hoeveel uitdrukkingen staan erin voor 100%? In die ene tekst. Kun je het wel zien, het bord daar? Ja? Hoeveel keer staat er 100% in? Hoeveel? Vier? Vier keer? Vier keer? Nee, veel meer joh. Hoeveel keer staat er een woord voor 100% in die tekst? Nou, het is onvoorstelbaar hoor. Hoeveel? Vijf? Nee, nog meer. Acht. Acht. Er staat 8 keer 100% in die tekst. 8 keer. Moet je eens kijken. God is bemachtigd. Alle genade... In u, hè? Dus niet aan de buitenkant, nee, in jou. Overvloedig, dat is meer dan 100%, zou je kunnen zeggen. Te schenken, dus dat is gaaf. Hè? Je hoeft er niks voor te doen, dat kun je gratis krijgen. Hè? Opdat gij in alle opzichten, te allen tijden, van
alles genoegzaam, is ook 100%, hè, voorzien in alle goed werk, overvloedig mogen zijn. Nee, jongens, dat is wel andere koek eigenlijk, hè. Jongens, stel je voor dat we die genade in ons leven toelaten, hè. In een gemeente. Nou, dat zou toch wel een heel verschil maken, dat je alle genade in u, dat je die genade allemaal krijgt en dat je die overvloedig krijgt. Dus dat niet alleen van binnen, maar dat het, ja, als een bron van levend water uit je binnenste vloeit. Hè, wat Jezus ook zegt, hè, van stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan maakt het diepe indruk op buitenstaanders, want dat, ja, dat kent de wereld niet. Van mensen die overvloedig zijn in alle opzichten, te allen tijden, dus 's nachts en overdag, en of het goed gaat of niet, wat de omstandigheden zijn, en alle omstandigheden, te allen tijden van alles genoegzaam voorzien, hè, alles wat de Heer je opdraagt, dat je alles genoeg hebt, dat je in alle goed werk wat de Heer op je pad brengt, overvloedig mag zijn. Dat het, nou ja, hier komen woorden tekort eigenlijk, hè. En deze tekst zouden we toch allemaal uit ons hoofd moeten kennen. Het heeft mij even geduurd voordat ik hem mijn hoofd kende, hoor. Want het is een beetje ingewikkeld, hè. Maar het is toch een betere tekst om uit je hoofd te leren van, ik ellendig mens, het goede wat ik doe, dat kan ik niet. Hoe gaat het ook weer? Die teksten kennen we allemaal wel, hè. Van. En dan als je nou die tekening nog een keer maakt, dan denk je, nou, dan ziet het er wel, ziet het er toch wel een beetje anders uit. Ja, we gaan weer. Ik ga een beetje kleiner tekenen, zo, goed. En die vraagt nog steeds 100%, dat blijft onveranderd natuurlijk. En dan heeft hij de Heer Jezus gegeven. Jezus, zo. En dan teken ik ook weer dat symbool voor ons erbij. Zo. Dat ben ik hier, zo, ik. En God is dus de 100% gever, hè? Die geeft dus de Heer Jezus. En wat is nou de bedoeling? Dat alle genade in ons, hè? En hoe krijg je dat van binnen dan? Hoe krijg je dat dan van binnen? Nou, kijk, we zijn allemaal geschapen als ontvangers, hè? Dat weten we toch, hè? God die heeft ons geschapen als mensen met begeerte. Dat is niet de erfzonde dat je begeerte hebt, want die begeerte, zo heeft God ons gemaakt. Alleen, het gaat erom van waar gaat die begeerte naar uit? Ja, nou dat is het, hè. Kijk, normaal gesproken, of normaal is het niet, maar normaal staan we wagenwijd open voor wat de wereld allemaal ophoest en uitbraakt, hè. En daarom lopen we vol met alles wat waardeloos is. En ja, en op zijn minst gesproken toch, echt waardeloos, hè. Tijdelijke dingen. Maar als je begeerte laat uitgaan naar alles wat God te geven, wat God in Jezus heeft gegeven, en we staan daar 100% voor open, zo, ja, dan kan het niet anders, of dan worden we bronnen van levend water, want Jezus zegt, als je dorst hebt, hè, dus, hè, vroeger leerde ik een versie op de zondagsschool, nee, op de lagere school, ik zat op een christelijke school, en het eerste versie wat ik leerde, ik snapte er niet zoveel van, maar het was een psalmversje, in Nederland leren ze psalmversjes, hè. En het was, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dan staat er dus een berijming van, hè, doe je mond wagenwijd open en ik zal hem vullen. Uit de psalm is dat. Nou, de Heer die wil niks liever natuurlijk, hè? Dus als hij ziet dat je dorst hebt en je laat die dorst niet meer uitgaan naar de wereld, of naar tijdelijke dingen, maar echt naar de Heer Jezus zelf. Nou ja, de Heer die wil wel. Er komt tot mij, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, wie op mij vertrouwt, wie het van mij verwacht, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen niet alleen in zijn binnenste vloeien, maar zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat geldt voor ons allemaal, mensen. Wat ons uiterlijk ook is, of we oud zijn of jong, of dom of intelligent, voor iedereen geldt dat. En dan, als dat gaat gebeuren, nou dan kan het niet anders dan dat we ook vervuld raken met datgene wat Jezus ons geeft. En het begint natuurlijk klein. Als je het begint,
dan weet je nog niks en je kan nog niks en zo. He, dus dat is dan nog niet zo spectaculair. Maar je gezindheid, dan kijk je dan, zo gauw als hij ziet dat je gezindheid is ontvangen. Heer, ik kan uit mezelf niks. He, maar alleen wat u doet, dat wil ik. Ik wil niet meer voor mezelf leven, want dat is het ergste wat er is. He, daar is de duivel mee begonnen, voor jezelf te leven. He, en er is gestorven en opgestaan, opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem. Die voor ons gestorven is en opgewekt, staat er in de 2e Korinthebrief. Dus als we daar nou voor open gaan staan, en we zeggen, Heer, ik wil niet meer voor mezelf leven, maar ik kan het nog niet, en ik weet niet hoe het moet, maar wilt u het me leren? En dan geeft de Heer ook mensen op je pad, die al verder zijn dan jij, en die gaan het je ook leren, hoe je dat moet doen. Er zijn er niet zoveel hoor. Maar als je echt daar om vraagt, dan ook via de Bijbel natuurlijk. Hè, al die Bijbelschrijvers die hebben hun hart uitgeschreven in de Bijbel. Dus je kun je in ieder geval elke dag laten helpen door Paulus, Petrus en Apollos en Lucas en al die Bijbelschrijvers, hè, ook het Oude Testament. Elke dag kunnen ze jou helpen om dat te leren. En als dat dan gaat gebeuren, dan komt er ook wat anders uit je leven dan wanneer je vol bent van de tijdelijke dingen. Want dan komt er ook maar prut uit je leven natuurlijk. Hè? Maar als je vol bent van de eeuwige dingen, dan komt het op een gegeven moment komt het eruit. Hè? Kijk, en dat zijn de goede werken die God al voor je heeft klaar liggen. En die vraagt 100%. En die werken die God in je leven doet, die zijn allemaal 100%. Die zijn voor God volkomen aanvaardbaar. Zo gauw als hij ziet dat je verlangen uitgaat 100% naar Jezus, vanaf dat moment ben je 100% ook gerechtvaardigd. Daarvoor niet, want dan, als God je rechtvaardigt in je zonde, dan bemoedigt hij alleen maar om op die weg door te gaan. Dat wil God, die verandert mensen namelijk. Die wil veranderde mensen zien. Hij kijkt ook naar vrucht. Hè, hij wil graag zien dat de vrucht zichtbaar wordt in je leven. Want dat is de bedoeling, dat we hier op aarde zijn. Gelijk Jezus zegt ook, hè, van jongens, jullie zijn de enige hier die mij vertegenwoordigen. En wat ik ben begonnen te doen, dat mogen jullie nu afmaken. We zijn de allerenigen die het licht van de wereld zijn. Maar dat kan alleen maar op deze manier natuurlijk. He, dus dan zou je hier kunnen zeggen, Jezus doet alles door ons. Niet alleen voor ons, maar door ons. Er komt geen eind aan de zegen dan. Maar je moet wel kiezen, hè, van waar laat je je begeerte naar uitgaan. Dat is het punt. En als de wereld je bevredigt, omdat je denkt, je weet wel wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Dan is deze samenkomst ervoor om je ogen daarvoor te openen. En dan vraag ik ook maar aan de Heer, want ik kan uit mezelf niks, maar de Heer kan het wel. Dat hij je overtuigt hiervan. Dat hij laat zien van, joh, ben je armzalig bezig. Krikkemikkig als je alleen maar tevreden bent met een toegerekende gerechtigheid, maar niet met de gerechtigheid van binnen, die de Heer je 100% wil geven. Dat is zo'n verschil. En dan krijg je alles van wat de Heer Jezus voor je is, wat hij voor je gedaan heeft, maar wat hij ook is door zijn opstanding, geweldige kracht van zijn opstanding, staat allemaal ter beschikking van ons, zijn wijsheid ook, en noem maar op. Dan krijg je een nieuwe Bijbel hoor, als je dit doorkrijgt van, jongens, de genade, dat is dit. En dan denk je, die andere teksten dan, hè, die zeggen die niet wat anders dan. Laten we maar even kijken. Welke teksten waren dat ook alweer? Laten we beginnen met die Efeze 2 vers 8. Een hele mooie. Efeze 2 vers 8. Efeze 2 vers 8. En dan staat dit, we lezen nog een keer. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. En dan zetten we meestal een punt en houden we op, maar er staat er nog wat achter. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen, dus die werken die we zelf verzinnen en voortbrengen, dat lijkt nergens naar, daar heeft God helemaal niks mee. Maar de werken die hij van tevoren bereid heeft, jongens, daar zit de wereld op te wachten.
want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En er komt ook geen eind aan, want die goede werken, de arbeiders zijn weinig en de oogst is groot, dus God die heeft zo ontzettend veel goede werken klaar liggen voor iedereen, ook voor de alleroudste hier, die zegt, ja, wat moet ik nou nog doen? Voorbeden. Als er iets is wat we moeten doen, is dat is het allerbelangrijkste werk wat je kan doen, voorbeden. Nou, dat alleen al. En de Heer die geeft alle genade om daarin overvloedig te zijn. En dan begin je maar met Heer, ik kan het niet, maar wilt u die genade geven dat ik voor anderen kan bidden? Wilt u het me leren? En legt u diegene op mijn hart die u wil dat ik voor zal bidden? Nou jongens, dan krijg je een biddende gemeente. Ja, grootmoeders die niet meer de hele tijd hun tijd verdoen om naar de televisie te kijken, allemaal naar het slechte nieuws. Nou ja, het goede nieuws dan. Van de Olympische Spelen dagen later. Maar dan heb je grootmoeders die dan tijd nemen en de televisie uitdoen en zeggen, ik ga voor mijn kinderen en kleinkinderen bidden. Dat mijn grootmoeder dat voor mij gedaan heeft, is misschien wel de reden dat ik hier sta. Je zat te schemeren. Ken je dat, schemeren? Dat is, dan was het nog niet donker en dan deed het licht nog niet aan. Maar dan zaten mijn opa en mijn oma zaten naast elkaar en dan zaten ze te schemeren. Mijn opa was ongelovig, maar mijn grootmoeder was een heel gelovige vrouw. En ik denk dat ze toch haar tijd toen besteedde om te bidden voor haar kinderen en kleinkinderen, denk ik. Nou, wat een tijd hebben we dan. En wat een goede werken zijn dat. En dan staat er nog wat, hè, hier, van, wij zijn maaksels, zijn wij in Christus Jezus geschapen. In Christus Jezus geschapen. Dus die tekening die ik maakte, is eigenlijk nog niet mooi genoeg. Ja, dat zou je eigenlijk zo moeten doen. We zijn in Christus geschapen. Dus niet zo Jezus daar en ik ben hier. Nee, in Christus Jezus geschapen. Zo worden één met de Heer Jezus zelfs. We mogen in de Heer Jezus zijn. Letterlijk. Als een rank aan de wijnstok. Hè? En als een lid van zijn lichaam. In hem. Dus, hè, er zijn twee dingen die je nou eens moet gaan bestuderen in de Bijbel. Als je in de Bijbel gaat lezen met een potloodje of zo. En dan moet je al die teksten aanstrepen, die 100%. Vertegenwoordigen, dus al die teksten voor 100%. En ook alle teksten die gaan over in hem. Dat is wel de allerbelangrijkste uitdrukking in het Nieuwe Testament. In hem. Buiten hem hebben we niks. Met al je mooie praatjes en met je geloof dat hij voor je zonde gestorven is. Als je niet in hem bent en hij niet in jou is, dan heb je niks. En stel jezelf de proef, zegt Paulus iedere keer, van of Christus wel in je is. Want anders ben je verwerpelijk. Dan kan God niks met je. Maar Hij in ons en wij in hem. Johannes 14, moet je maar eens lezen. Maar als je dat eens gaat met een potloodje, die 100% teksten en dan al die uitdrukkingen van 100 voor in hem, dan krijg je een nieuwe Bijbel. Twee oude vrouwtjes hebben het een keer gedaan. We waren op een weekend, oud en nieuw weekend, in Haamstede. Dus was toen een conferentiecentrum. Mocht ik de Bijbelstudies doen. En er waren allemaal krikkemikkige mensen daar. Ik kan een boek over schrijven. Allemaal die thuis geen oud en nieuw konden vieren op een of andere manier. Hè? Terminale patiënten en eenzame mensen. En die tussen wel in het schip waren geraakt en zo. Nou, daar kan ik leuke dingen over vertellen. Maar een van de dingen was dat ik dat ook vertelde. Van, je moet die teksten voor 100% onderstrepen. Er waren er twee oude vrouwtjes uit een zware streek. En een hele zwaar dorp in Nederland. En het jaar erop kwam ik weer terug. Mocht ik het nog een keer doen. En toen kwamen die twee oude vrouwtjes, die kwamen naar me toe. Ik zeg, meneer, we hebben een nieuwe Bijbel gekregen, zoals u zei. Ik wist niet wat ze bedoelden eigenlijk. En die hadden we gedaan samen. In de oude vertaling. Nou, ze zeggen, we wisten niet wat we lazen. Zoveel overvloed als de Heer ons wil schenken. En die kregen door wat dat betekende. Van in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien, alle goed werk overvloeden. En die begrepen dat en die gingen erop in. Nou, dat is die tekst uit Efezebrief. En dan de tekst uit van mijn genade is u genoeg. Wat wordt die tekst misbruikt? Want wat is er nou in de hand? Waarom zei Paulus dat? Die had visioenen gehad die zo verschrikkelijk interessant en geweldig waren. En hij mocht er niet over spreken zelfs. De derde hemel is die opgetrokken geweest. En toen, en hij zou daardoor hoogmoedig kunnen worden. En om dat te voorkomen gaf God een engel des Satans de toestemming om elke keer als hij maar ietsjes afweek van de weg
Als hij maar iets op eigen kracht ging doen, dan werd hij met vuisten, kreeg hij klappen van die engel, de Satans. Hij vond het verschrikkelijk. Drie keer heeft hij de Heer op zijn blote knieën gebeden van: Heer, wilt u toch me daarvan verlossen, van dat verschil, wat dat geweest is, weten we niet. Misschien angsten of zo. En toen zei de Heer: mijn genade is je genoeg, Paulus. En dan moet je nou eens kijken wat er dan staat, hè, in 2 Korinthe. 2 Korinthe. Vers 7 begint het al, hè? Ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik me niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de duivel, een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan. Opdat ik me niet te zeer zou verheffen, opdat ik niet hoogmoedig zou worden. 3 maal heb ik de Heer hierover gebeden dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dus als je helemaal niks meer kan, dan kan de Heer wat voor je doen. En de Heer zei ook, dat zei de Heer zelf, ik kan uit mezelf niks. En daarom was het zo, was zijn leven zo wonderlijk. Alleen wat de Heer deed, wat de Heer hem liet zien, dat deed hij. Dat geheim moeten we allemaal leren. Want die kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Dus Paulus die zegt: jongens, dit is het beste wat me ooit is overkomen. Die engel des Satans. Opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Die macht van Paulus, dat was onvoorstelbaar. Hij had een zakdoek. En als hij die uitreikte, dan de mensen die werden er nou genezen. Zo onvoorstelbaar was die kracht van Paulus. En het kwam omdat die duivel, de engel des Satans, die hield hem goed bij de les. Die hield hem goed op koers, om zo te zeggen. De tekst uit Titus, dat is ook een hele mooie. Titus 2 vers 11. Titus 2 vers 11. Het zijn namelijk die teksten die we normaal gebruiken. Dat zijn allemaal halve teksten namelijk. En dat is zo gevaarlijk, want dan gaan ze bijna tegenovergestelde vertellen wat ze eigenlijk bedoelen. Die Titus ook, hè, die brief van Titus, een klein briefje naar Timotheus. En even kijken. Titus, en dan 2. Gaan we het even lezen. Vers 11. Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Voor alle mensen. En dan staat er geen punt, maar er staat om ons op te voeden. Zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, dus dat we hiermee op zouden houden. Die begeerte naar de wereld uit laten gaan. Met gevolg dat je alleen maar ellende produceert en een bron bent van onrein water. Daar is die genade voor, om je op te voeden, zodat je die goddeloosheid, de dingen doen zonder God, op je eigen houtje, en zeggen: hier kan ik God niet bij gebruiken. En de wereldse begeerte verzaken, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Dus echt, dat zijn heel concrete dingen die uit je leven tevoorschijn komen. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. En staat vers 14, die zich voor ons heeft gegeven. Waarom? Niet om onze schuld alleen maar te vergeven, dat hoort er allemaal bij, maar om ons vrij te maken van datgene wat die schuld veroorzaakt. Om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Dat zijn die goede werken die van tevoren bereid zijn door God. En waarvan die zegt: ik geef je alles, in overvloedige mate, om in alle opzichten te allen tijden die dingen allemaal te kunnen doen. Ongelooflijk toch? En er staat er nog bij: spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk. Niemand mag u verachten. Dat doe ik dan maar. Spreek ervan. Ik ben blij dat ik het mag doen hier. En dat ik merk dat jullie begrijpen ook. En dat je voor open staat. Want als je dit gaat ontkrachten, dan kun je wel eens hele akelige reacties krijgen namelijk. Want heel veel mensen die voelen hier zich zo lekker in, dat als het aangetast wordt, dan hoef je niet meer terug te komen. Maar hier geloof ik dat ik dan misschien wel een keer terug mag komen nog, na deze preek. Maar snap je, van wat een geweldige tekst dat is. Nog één tekst dan, die van uit 1 Petrus. 1 Petrus.
1 Petrus 1, vers 13. Omgord dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. En dan gaat het verder. Voegt u als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd van uw onwetendheid, hè, dus die begeerten, maar gelijk hij die u geroepen is, heeft, heilig is, wordt ook gij zelf heilig in al, hè, als je op gaat letten op die 100% uitdrukkingen, heilig in al uw wandel, betekent toegewijd, hè, heilig. In al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Hè, dan, ja, we zijn uit God geboren en kinderen lijken op hun vader toch. En dan als je uit die genade gaat putten, dan is dat allemaal binnen bereik. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vrezen de tijd van uw vreemdschap. Hè? Er staat hier die naar ieders werk oordeelt. Nou, we dachten toch dat we niet meer geoordeeld zouden worden. Hè? En naar genade zou beoordeeld worden, naar ons geloof. Nou, als je nou dit even nog bekijkt, dan wordt het toch duidelijk. Hè? Van, hoe kan God nou zien dat je geloof van het goede soort is? Dat kan hij alleen maar zien aan de vrucht. Ja, dus als je merkt, ja, de vrucht die uit mijn leven komt, die deugt niet. Nou, dan moet je hier wezen. Van, nou, dan moet ik openstaan voor Jezus. Hè, voor de genade die God schenkt. Hè, en dan al die 100%. Weet je, daar moet ik het dan van hebben. Dan moet je je niet proberen uit te wringen of zo, om nog wat voor te kunnen. Nee, dan moet je terug naar wat Jezus voor je wil zijn. Nou, dan staat alles, er is geen grens meer. En voor iedereen hoor, ook wat je achtergrond betreft, van je vroegere leven, heeft hij daar een eind aan gemaakt. Om jou dat nieuwe leven te kunnen geven en niet meer voor jezelf te hoeven te leven en voor hem. Die voor je is gestorven en opgestaan. En nou ja, dan staat er nog verder dat je vrijgekocht bent met het bloed van Christus. Nou, dat weten we allemaal wel, maar wel met dit doel. En de Heer die zoekt gewoon naar vrucht. Ja, dus wees niet krampachtig, maar de Heer die wil wel. Dus die vruchten die spuiten er gewoon uit. Hè. Je wordt een bron van levend water. Hè, tegen die Samaritaanse vrouw. Want ik maakte een keer heel lang de fout van, ja, de bron zit daar en ik ben hier. En ik moet me zorgen dat het levende water op het goede moment van binnen komt en dat ik er wat mee kan doen. Maar tegen die vrouw met de put zei hij van, ieder die van dit water drinkt, hè, wat zij deed, hè, de mannen en zo, dus ze zocht haar troost bij mannen en zegt, ja, dat zal je nooit bevredigen, zegt Jezus, maar als je het water drinkt wat ik je geven zal, dan wordt het tot een bron van levend water. Je hart wordt dan een bron van levend water. En toen ging het bij mij, heeft het zo'n bevrijding gegeven, dat ik dacht, joh, de bron zit niet daar en ik moet proberen daar wat te drinken. Nee, ik mag die bron met me meenemen. Je hart wordt een bron van levend water. En daar kun je elk moment van de dag en elk moment van de nacht gebruik van maken. Van die bron van levend water. Toen, vlak voordat ik hier kwam. Hè, dan denk je, ja jongens, als ik de dingen niet op een rijtje krijg in mijn gedachten, dan wordt het niks. Ik denk, wel gelukkig, ik heb de bron van levend water van binnen. En daar mag ik gebruik van maken. En dan zegent de Heer dat. En daarom kan ik het met vrijmoedigheid kan ik het allemaal zo zeggen. Ik wil nog één ding zeggen, want anders kom je toch nog in een kramp misschien. Ja, dus God die vraagt volmaaktheid van je. En dan maken we vaak de fout, dat als je dan voor het eerst, kijk, ik zal het even tekenen. Kijk, dit is het koninkrijk van God, hè, zou je zeggen. Het koninkrijk van God, zo. Zo. En ik sta hier, en ik merk dat ik er nog buiten sta. Maar hoe kom ik nou toch in het koninkrijk van God? Hoe kom ik in het koninkrijk van God? Dat is doordat je je helemaal overgeeft. Heer, tot bekering komt eigenlijk. Hè? Dat je afkeert van je oude leven. Van het leven voor jezelf. Vooral, dat is eigenlijk de kern van de zaken. Leven voor jezelf. Hang, alle zonden die zitten daaraan vast. Alles waar je mee zit, is allemaal vast aan het leven voor jezelf. Dus als het eerste wat de Heer van je vraagt, ook het eerste met de tabernakel, hè, de poort. Dat is, als je de poort binnengaat, dat is dat je onder de heerschappij van Jezus komt. Iedereen die de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Wordt ook vaak misbruikt, die tekst. Maar dat betekent, iedereen die de naam des Heren, hij is de Heer.
als je hem aanroept als Heer, niet alleen als verlosser van je schuld, maar als je hem aanroept als Heer, van Heer, u bent voor de rest van mijn leven de baas, ja, dan ga je binnen in die poort en dan kom je hier. En dan is hij de baas over je leven. Alleen, als je dat voor het eerst doet, pas, dan weet je nog niks en je kan nog niks. En dan zit je zo met schuldgevoel omdat je zoveel fouten maakt. Maar jongens, als je gezindheid goed is, zegt de Heer, ik wil zo graag, maar ik kan het nog niet. Dan ben je 100% gerechtvaardigd en dan ben je een leerling van Jezus. En een leerling, die kan alleen maar leren als hij fouten mag maken. Als je geen fouten mag maken, dan leer je nooit wat. Gelukkig is dat. En ook de Heer Jezus zelfs, die maakte fouten. Toen hij, voor zijn 30ste jaar, heeft hij ook spijkers krom geslagen bij zijn vader. Heeft hij ook moeten leren. En het was zo normaal dat zijn broers niet eens wisten dat hij de Zoon van God was. Dat staat er ook in de Hebreeënbrief. Hij leerde gehoorzaamheid door hetgeen wat hij leed, wat hem allemaal overkwam. Dus we zijn allemaal leerlingen en leerlingen die mogen fouten maken. Jongens, als je dat doorgaat, vorige week heb ik de Nino verteld. En toen kwam de broeder die daar ook, een van de oudsten, kwam naartoe. Dat heeft me zo goed gedaan, dat ik mag weten dat de fouten die ik maak, dat die me niet aangerekend worden, maar dat die horen bij het leerproces. En dat het heel wat anders is, als dat je zondigt. Dan doe je echt iets buiten God om, waar je God niet bij kan gebruiken. Dat is heel wat anders. Daar kies je ook voor. Maar fouten bij het leerproces, de grootste klunst die er zit, dan zegt de Heer van, joh, ik leer het wel. Als je een leerling hebt die dyslectisch is op school, ik weet niet hoe die in België is, maar in Nederland wel, dan besteedt de onderwijzer ziet dat hij zo graag wil, dan besteedt hij daar de meeste aandacht aan. Aan zo'n jongetje. We weten ervan, onze zoon is zo geweest. Maar er zat niks tussen de leraar en de meester en hem. Door al die fouten, hij maakte fouten bij het leven, met schrijven vooral. Hè. En als vader van een kindje wat zit te knoeien met het eten, ja, dat vind je prachtig, dan maak je een filmpje van. Ja, dat hij probeert met een vorkje te eten, misschien doe je nog expres een beetje chocoladepasta op het brood, hè, dat hij een beetje knoeit, ja, om een leuk filmpje te maken. Nou, dat neem je kind niet kwalijk, want dat hoort bij die leeftijd gewoon. En God is ook een goede vader. En zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Nou, dat bevrijdt zo, als je dat weet, dat je zegt, nou gelukkig, al die fouten die ik maak, die horen bij mijn leerproces. En ik ben hardleers, Heer, wilt u me vergeven? Je vraagt wel vergeving, maar het brengt geen scheiding tussen God en jou. Ik zou nog veel meer willen vertellen, maar ik moet ophouden, Leo. Hè? Kunnen jullie hier wat mee? Nou, ik hoop het echt, ik hoop het echt. Ik hoop het echt, dat je zegt, nou Heer, 's morgens vroeg, Heer, ik wil putten uit die onuitputtelijke bron van genade. En niet alleen maar vergeving, maar ook alles wat de Heer nog meer te geven heeft. Dat is onvoorstelbaar veel. Ik zou nog veel meer kunnen vertellen erover, maar dat misschien een volgende keer. Zullen we even stil zijn, dat iedereen voor zich tegen de Heer zegt wat hij hiervan denkt?